En hoppakee, er zit ineens een plafond in. Dit is ruzie, Justin. Dit is meer een oorlog. Dit wordt ruzie. Waar is mijn geld? Waar is de betaling? De wekelijkse abonnementen? Saldi. Nee! Stop! Stop! Leuk jullie kijken in deze nieuwe video. Vandaag zijn wij na kerst teruggekeerd. In Content Veen met een kerstmuts. Terwijl kerst eigenlijk al voorbij is. Jongens, ik heb even lekker tijdens de kerstdagen gewoon met mijn familie gespendeerd. En de aankomende dagen ga ik dat ook doen. Maar ik ga proberen mijn best te doen met video's. Kwast! Een hele goede... avond! Hoe is het? Oh, maar kijk maar aan. Hoe is het met jou, Berend? Berend verkoopt nog steeds Blast Protection. Berend, waarom? En ook een hele goede morgen, Dikkie Dik. Ongelofelijke oranje kat. Ik heb een... wacht even. Zag ik dat nou goed? Er zit een sign onder. De eerste van dit seizoen. Abonneer op Rick Voes. Nee! Ik wou zeggen, ik heb een prachtig cadeautje gehad. Makkes, onze storage chat vol. Gelukkig nieuwjaar. M&M. Oh! Dit is echt heel nice. Dit is echt top. Mijn steen was bijna op. Oh my days. Mijn hout heb ik nog genoeg. Weet je wat dit betekent? Tijd om progressie te maken aan de base. Ik ben hier dus lekker aan het bouwen. Hè? We zijn een klein bouwsessietje verder. En in één keer zag ik een name tag. En ik denk dat ik bezoek heb. Maar ik weet het niet zeker. Ik heb hem gevonden. Daar ben je. Ik wist het al. Auw. Hou op. En hoppakee, er zit ineens een plafond in. Oh, dat is zo chill dat je hier voortaan gewoon op kan lopen. En van onder ziet het er waarschijnlijk nu nog een stuk donkerder uit. Oh, dat valt wel mee als ik het zo zie. Mijn volgende planningspuntje is denk ik om deze toren af te maken. En om dan de rest hierop te gaan bouwen. Want er komen natuurlijk nog meer verdiepingen en torens en weet ik veel wat om op en aan. Maar eerst moet deze even klaar zijn. Wat de... Ja, maar... Hoezo? Ja, hoezo? Goed doe je. Hoezo krijg jij cadeautjes? Ik niet. Omdat ik een YouTuber ben en actief upload en jij niet. Ik ga verder bouwen. Oké, ik heb alles neergelegd wat ik nodig heb. Gewoon steen, wat stone bricks en cobblestone. Nee, ik moet eigenlijk waarschijnlijk al dit steen ombouwen tot stone bricks. Maar laat ik de toren eens een keer afmaken. Nee, wat doe jij hier? Ik hoorde al klik, 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 klik. En toen stond jij er ineens. Mooie kerstmuts op je kerstmuts. Ja, het is echt verschrikkelijk. Ik heb hem ook op. Bram roept mij naar Kingdom Forder toe. Maar ik ben lekker bezig. En ik ben eigenlijk helemaal nog niet klaar. Met een betaling. Oh ja, ik wilde mijn unbreaking die... Ik wilde mijn Unbreaking 3 boekje. Ik ga er nu even heen. Koning Bram en slaaf Rick. Goeiedag. Juist. Niks daarvan. Ja. Juist. Ik heb mijn, mijn deel. Ollig. Goeiedag, Chris 1, Chris 2, Chris 3, Chris 4 en Chris 5. Wat doet Justin hier? Ik had het eigenlijk gedaan. Wat is dit? Vergaderzaal Voorden. Oh! Juist. Oh, maar jullie hebben de hele... Oh, sorry, ik loop over de map heen. Wij moeten hier zitten. Je hebt namelijk kleding iets. Uit, jongens. Oké, jongens, het gaat om wederzijds respect hier. Spijt me van de kerstmuts, die krijg ik niet af. Ik ook niet. Ik heb geen kerstmuts. En jij hebt iets. Ik heb zeker iets. Is dat een unbreaking? Gooi het op tafel. Ik wil het even inspecteren. Dit is hem. De macht is naar mij. Ik heb mezelf in een machtspositie gewerkt. Ik heb mezelf niet in een machtspositie gewerkt. Je knaagt maar op 6 diamonds. En kijk of ze goed zijn. Knagen zal hoor. Het zijn er 5. Hou op! Uitstekend. Wat vind je van de vergaderzaal en de map hier? Ik vind het een... Zalig. 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 Zalig heel deze ruiter. Ik vind de map echt heel cool. Ik ga er eentje maken, maar dan een grote. Dus ben ik beter. Kijk, hier zijn wij jongens. Ik heb hier echt met bloed, zweet en tranen aan gewerkt. Kijk, weet je wat ik met Fortnite zal doen? Ik stamp het met mijn voet klein. Oké. Wat een aanvalsformatie. Gelijk maken. Logeer het Kingdom Forden. Logeer. Kom maar, ga maar even slapen. Anne en Nootje. Wacht even voor, die gaan we even aanpassen. Oh, jij stomme. De simput. Inderdaad. Ja. Maar dit is zo'n hekel aan jou, Max. Dit is de simput. Elke jongens. Keer als jij hier komt, Justin, dan gaat er wel iets kapot. Of weet ik veel. Of dan gaan de dingen dood. Of dan worden we geïrriteerd. Nee, Justin. Eraf. Justin, kom mee. We gaan met terug naar huis. Maar de wereld laat niet in bij mij. Bij jou ook niet, hè? Nee! Nee! Oh. Waar is hij? Mijn paard! Nee! Nee! Dit heeft Voorde gedaan! We gaan nu terug! Kom, ze hebben hem gestolen! Wacht even hoor, ik zet eerst even snel een breking op mijn brandbreker. En dan gaan we brandbreken! Kom! Het is klaar! Oorlog! Ze hebben Kwast gestolen. Dit is ruzie, Justin. Dit is meer een oorlog. Dit wordt ruzie. Waar is Kwast? Waar is Kwast? Wat hebben jullie met hem gedaan? Ik weet niet waar je het over hebt. Welke hier is Kwast? Ben jij het Kwast? Nee. Er is hier geen Kwast. Waar is hij? Like a walnut. Er is hier geen enkele Kwast. Waar is Kwast? Vraag het maar aan je kerstelf waar die is. Justin? Ren, Justin! Ren, Justin! Heb jij...
Heeft Justin hem gestolen? Waar is mijn geld? Waar is de betaling? De wekelijkse abonnementen? Is ze hier? Is Kwast hier? Daar kunnen wij geen uitspraak over doen. Jawel, ik wil het weten. Is Kwast hier? Kwast is niet door ons gestolen. Maar is ze hier? Daar kunnen wij geen antwoord op geven. Ik ga Justin vermoorden. Succes, Justin. Justin, waar is hij? Je hebt jezelf in een benarde situatie gebracht. Vertel het of ik sla je eraf. Waar is Kwast? Waar is Kwast? Ik weet niet waar Kwast is. Waar is Kwast? Vertel het me, Justin. Kingdom Fallen heeft hem. Beloof je het? Nee. Zweer het op Chris. Zweer het, maar Kingdom Fallen heeft op Chris! Zeg, ik zweer het op Chris. Ik zweer het op Chris. Ik ben het in één keer kwijt. Bram! Dag. Hij zegt dat hij bij jullie is. Ik zie leugens. Ik ga nu naar jullie base toe. Het is Nathan! Het is koning Nathan! Het is koning Nathan van Kingdom Bij. Je hebt Kingdom Koud, Kingdom Content, Kingdom Bij. Kingdom Bij. Wij hebben liever Kingdom Mass Production. Kingdom Bij is... Kingdom Bij, het is Kingdom Bij. Ik krijg nog 2 diamonds voor jou. We zullen elkaar snel zien, Kingdom Bij. We zullen elkaar snel zien. Wow, dit ziet er mooi uit. Dit ziet er mooi uit. Maar waar is Kwast? Dit is belangrijk. Zullen we eerst even badderen, Max? We gaan badderen. Okay. Dit gaat over een toekomstige mogelijke allianz. Waar is Kwast? Waar is Kwast? Hey, Emeralds. Nee! Ja! Nee! Ik heb een... 10 diamonds, heb je de locatie. Oh. Dan doe je me maar die emerald. Niet genoeg, waar is hij blijft onbekend. Nee, waar is Kwast? Je hebt beloofd. Dit is... Anders is een woord van Kingdom voor de niks waard. Dat is jouw woord ook niet. Ja, maar dat voor jou wel. Nee, ik geef je nog 2 emeralds. Maar ik zie je ze redelijk pakken. Nee, dat is van mij. Nee, dat en gaat ik dat ben bereid 17 diamonds te betalen. Waar is Kwast? Dit heb je ook van hun, Max. Niet, nee, waar is heb je dit? Weet je zeker dat je dit van hun hebt? Anders neem ik het nou mee en geef ik je Kwast. Ook dit is van mij, waar is Kwast? Dit is niet van jou, dit Max. Dit is van mij, waar is Kwast? Weet je het hier, zeker? Geen kool erbij. Dit heb je ook allemaal van hun. 2 graan. Even, geen... Nee, dat is van mij. Weet je het heel zeker? Ik weet het heel zeker. Dus ik krijg dadelijk niet de ruzie. Nee. Dus als ik dadelijk je video terugkijk, dan heb je dit dus niet gepakt uit de kist. Ik heb niks gepakt uit de kist. Pinky zweer. Durf jij op de pinky zweren? Ik pinky zweer hem, Bram. De troef is, Max. Nou. We al die tijd in Vorden. Nou, ik vroeg het nog aan jullie. En jullie zeiden nee. Kom maar mee. Je hebt gelogen. Je hebt hem ook echt op een losse plek gezet. Ja, we hebben hem hier achter op terrein vrijgelaten. Hier. Hij is hier. Kwast. Kwast, ik heb je gemist. Hoe konden jullie hem dit aandoen in het hok? In dit steenkok hier. Nu ruikt hij naar Vorden. Nu ruikt hij naar Vorden? Zei je dat nou? Hij komt van Vorden. Hij ruikt naar Vorden. Ja, je hebt hem letterlijk van ons gestolen. Daar kan hij niet lang. Ontsnapping. Max, daar is het dicht. Kunnen jullie slapen voor mij, ons Kwast dood. Aldi. Nee. Stop. Stop. We zijn op de terugrit naar huis. Kwast heeft nog maar een paar hartjes over. Althans, hij heeft er 2,5 verloren. Maar als ze terugkomen, ga ik hem een appeltje geven. En dan mag hij terug in zijn hockey. En ik moet een nametag hebben. We moeten Kwast een naam geven. Daadwerkelijk de naam Kwast. Ja, op het pad. Veilig bijna thuis. Dat is zo fijn altijd, hè. 1-2. En veilig in je hockey, Kwast. Hoppakee. Ik beloof het je. Ze zullen je dit nooit meer aandoen. Laten we nu weer even snel verder gaan met de toren. Ik had nog 3 ramen erin gemaakt. Die moeten we aan alle andere kanten ook maken. En dan is het tijd om de andere torentjes erop te maken. En hij moet gewoon af. Kom je doen, Bram. Dag, heb je niet al genoeg ellende gebracht in mijn koninkrijk? Hij komt nog meer brengen, namelijk. De oorlog. Nee, wat kom je doen? Nee, maar ik ga niet hitten. En dan sta ik liever hierin. jij hebt een efficiency 5 villager. Ja. Die wil ik. Nee, je mag kopen. Maar je mag niet de villager. Dat is... Hoeveel diamonds wil je voor een efficiency 5 boekje? Ik wil 10 diamonds, Bram. Nee. Nee, even serieus. Ik doe maar 8. 8 diamonds. 8? Ja, 8. Voor efficiency. Zie dit hier. Dit kasteel. Dit leeft niet op niks. Niemand leeft hierin, gast. Ik leef hier. Hier kun je toch niet in leven? Dit is gewoon een blok. 5 diamonds en 2 koeien is het beste dat ik kan geven. Ja, deal. Ik wil 2 koeien. Deal. En jij die brengt krijg... het. 5 diamonds en 2 koeien. Ik krijg 2 koeien en 5 diamonds van Bram. Het voordeel is, als ik eindelijk koeien heb, dan kan ik ze erbij Kwast doen. En dan kan ik die ook produceren. Dan heb ik eindelijk ook een beetje mijn eigen dieren. Oh. Bram keert terug met 2 koeien. Hallo. Dag. De 2 koeien. Neem ze maar mee naar mijn stal. Staan ze er? Staan ze bij Kwast? Goed zo. Dan noemen we deze vlek en... Vlek en bek. Vlek en bek. Nee, ik dacht eerder aan vlek en stip. Hebben we vlek, stip en Kwast? Ik heb er nu 3. Nog 2 en ik heb ze alle 5 en de server is van mij.
De server is eruit geklapt. Hallo iedereen! De server crashte en nu doet hij het weer. Maar volgens mij zijn de koeien van Bram weer terug. Dat elke keer als de server dan weer aangaat na een crash, dan doet hij iets van 3 minuten resetten. Maar ik kan de koeien niet zien en ik ben hierboven weer gespant terwijl ik net naar beneden liep. Arme Bram. Oh, ze zijn er wel! Bram! Bram, de koeien zijn verspreid. Snel. Neem ze. Neem ze mee. Ik heb geen weed. Ik ga gelijk voor Bram even het efficiency 5 boekje regelen. Oeh, maar ik kom 2 emeralds tekort. Bram, ja? Slecht nieuws. Je komt 2 emeralds tekort. Dan zorg je er maar voor dat je ze krijgt. Hallo, ik heb net letterlijk jou 2 emeralds van Justin. Ik bedoel, voor mezelf gegeven. Dan moet ik even, ja, dan haal ik. Ja, zet 2 emeralds en gelijk 5 diamonds. Dan heb je daarna je boekie. Ja. Ik heb van betrouwbare bronnen gehoord. Ja? Dat u mijn 17 diamonds heeft gejat. Heb ik dat serieus? Dat weet ik, heb ik gedaan. Het is oorlog met jou. Moet je bij Bram zijn, Bram heeft het. Nee. Jawel. Nu staan we kiet. Jij had mijn kwast naar Bram en naar dinges gebracht. En nu heb ik jouw 17 diamonds naar Bram gebracht. Dat moest ik doen. Waarom moest je dat? Ik moest het ook doen. Ik was geforceerd. Oké, dus als ik daar ben en ze zijn daar niet, dan... Ze zijn daar echt. Ik beloof het. Ze zijn er echt. Dus als ik daarheen ga, dan krijg ik mijn diamonds terug. Ja, dat weet ik niet. Maar zij hebben ze wel. Goeiedag, Bram. Machtspositie. Er is geen Fortnite, Max. Je hebt niet de high ground. Ik kom voor mijn diamonds, meneer Bram. De diamonds? Ik heb net van de heer Walnoot gehoord dat u ze in bezit heeft. Dus jij... Ja. In Minecraft heb je geen pink, Bram. Je hebt een stomp. Er is niet meer dan een stomp. Er is geen pink. Jij hebt gelogen. Dan zal deze kingdom onder het lava en vuur komen te staan. Stop. 2 emeralds nodig van je. En 5 diamonds. Hi. Hallo, ik... Yes, stop. Dankjewel. Laten we eerst zeggen... Oh, dit is echt... Bram! Nee! Zo. Hij is veel te hoog! 1 efficiency 5 boekje. Juist. Nee! We benen hem. Nee. We hebben een nieuwe Bram. Hoppakee. Zo hebben we toch weer 5 diamonds verdiend, jongens. En die kunnen we dan weer mooi hier ratsflatsen stoppen. Goeie deal, hè? Het is inmiddels zo'n ontzettend grote toren geworden, jongens. Ik ben al de hele tijd lekker een beetje aan het bouwen hierin. En gewoon een beetje mijn dingetje aan het doen. Maar het beseft me nu pas als ik me hier even omdraai. Kijk hoe hoog dit is. Het is gewoon een mega unit toren, dit. En ik hoef alleen nog maar dit randje te doen. Dan komt hier in het midden het dak. Dan gaat hier bovenop komen nog ook punttorentjes. En dan beschouw ik dit denk ik als klaar. Naast het feit dat er nog glas in moet. En misschien onderin in de muren nog wat details en zo. Maar vooral het bovenste gedeelte zal dan wel al klaar zijn. Ik ben een elf die kan vliegen. Oh nee. Nee! Ik haat je ook. Hij zei het zelf. Een elf die kan vliegen. Okay, ik haat jou. Dat is heel mooi. Dus wat doe je? Happy Ganuka. Ganuka? Ik heb classified information voor jou. Maar daarvoor moet je wel betalen. Ja, maar ik weet niet eens wat het is. Ja, ik las classified. Ja, maar hoe weet ik of ik het überhaupt wel wil? Nou, ik denk dat je dit wel wil. Oké, hoeveel moet ik betalen? 30 diamonds. 30 diamonds? Ja, want dat zijn die dingen die je van ons gestolen hebt, heb ik gehoord. Nou, wat ik graag wil delen is dat ik echt top classified information heb. Ja. Ah, nee! Hij deed het zelf deze keer. Oh. Wij hebben net een verdrag moeten tekenen bij Voren. Ja. Maar dit verdrag, dat ging over jou. Waar ging het over? Ze willen jou stoppen. Ze zijn bang dat je te groot wordt. Ze willen een aanval plegen. Nee, maar is dat serieus zo? Ja. Ja, je hoeft niet meer te fluisteren. Ze horen ons toch niet zo hoog in deze toren. Ja! Ja, oké, klaar. Nee, hier gaan we volgende keer wat aan doen, Robin. Makkers van plakkers. Ippie van Flippy. Hoe is het ermee? Het is goed, Bert. Ik heb hier een kerstelf en een... Mijn scaffolding! Nee! Nee, waarom? Stop met plaatsen! Stop! Oh my days, dit ziet er echt heel leuk uit. Doet hij het ook? Epic, right? Je kan zitten, je kan echt zitten. Huh? Oh, het is een minecart! Oh! Oh, dat is lijp! Oh my god, dat is echt legit gewoon te gamen. Ja, kijk nu de nieuwste video van Walnut. Dit is oprecht leuk. Waarom hebben we dat hier gedaan? Dit is gewoon de gamekamer. Ja, gewoon leuk. En we hebben nog een spelletje. Kom, Hello. Kom hier, man. Typisch Hero dit. Hey, pingpong, man. Pingpong. Waarom heb je dit allemaal gedaan? Ja, gewoon leuk. We kunnen pingpongen in de mancave. Letterlijk in de cave. Dit is echt heel cool.
Die kussentjes. Nee, het ziet er hier echt leuk uit. En dit is jullie dierenbeest. Jezus, wat een dieren. Oh mijn god, wat hebben jullie insane voor dieren. Nee, het zijn geen dieren, het is familie. Familie. Ja, voor ons familie. Ja, van jullie familie. Maar ik moet zeggen, het zijn er nu echt weinig. Ja. Ik wil niet bij de familie, laat me met rust. Ja, waarom wil je ons familie niet joinen? Jullie winkel. Hé, jullie hebben nu ook... Ah, nice, een normale brug. Nice, dit is echt top. Jullie verkopen een netherwart. Oké, kobbel. Oh, hier ga ik misschien kopen. Een emerald. Huh? 16 leather. Oké. Okay. Bones, dat is handig. Mending is handig. Blazerot is heel handig. Ja, dat is iets interessants, die acacia. Hoe heet jullie kingdom? Iedereen heeft nu een naam, hè? Je hebt Forlum, je hebt Kingdom Koud. Pig Squad. Let's call it Pig Squad. Pig Squad of Kingdom Family. Oké, okay, nou bij deze. Kingdom Family heeft een cadeautje voor kingdom jou. Kingdom Family. Ik vind het wel leuk. Je mag een stukje van onze familie hebben. Dat mag je niet opeten. Nee, dat is ook in lijst. Ik bewaar hem. Even in mijn eigen winkeltje kijken. Hé, er is weer één diamond geharvest. En zelf koop ik even twee dark oak blocks. Omdat ik mijn eigen huisje natuurlijk ook nog moet bouwen. Ik moet trouwens ook nog wat glas kopen. Eén stack is één dia. Maar zand kan je twee stack één dia. Dus we kopen gewoon twee vier stack zand. Nou, we zijn weer aangekomen thuis. Het zal vast een bende zijn met al die scaffolding hier. Laten we die heel even weghalen. Nou, dat is ook allemaal weer weg. Laten we even onze spulletjes opruimen. En oh, ze hebben mijn trappetje hier ook weggehaald. Zoals ik zei, het hout hierin. Zand doen we ook gelijk even hierin. En de scaffolding ook. En dan vind ik het voor vandaag wel mooi geweest, jongens. De toren hier is prachtig geworden. Helemaal nog niet af. Ga ik dan volgende episode doen. Maar anders red ik het gewoon niet meer voor vandaag. Dus dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer zeker even als je het nog niet hebt gedaan. Spreek je later. Glaasje water telt het vier. Flesje bier. Bye!